Ik zie hem, gast. Ik zie hem. Oh shit, jongen. Kijk, wat een gas geeft hij. Ja, hoor. Zo lang gereden. Kijk, kom op. Yo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Kook TV. Een aflevering die op mijn buik geschreven is. Ja, ze gaat verliezen. Ik zie het al. Ze is heel blij, maar niet voor lang. Want wat hierboven ligt is de Golden Envelope Challenge. En voor iemand als Kix, waar het altijd om winnen of verliezen gaat, is dit mijn opdracht. Ja, vandaag gaat het om verliezen. Ik zie het al. Winnen dus. Nee, schat, luister. Het is gewoon zo. Ik ben een sporter en jij bent alleen maar de beauty altijd. Dus dit is gewoon al duidelijk. Dat gaan we zien. Bovendien staat het al 1-0, want Milan was te laat en ik niet. Ja, maar ik haal het in. Dat komt goed. Oké, maar laten we naar binnen gaan, hoor. Jeetje. Je bent je schoenen vergeten gisteravond. Ben je er klaar voor? Ja. Merel en Milan, welkom in het mooiste uitkijkpunt van Nederland, de Euromast in Rotterdam. Vandaag is het de bedoeling dat jullie allebei iemand een zo tof mogelijke dag bezorgen. Met alleen de gouden enveloppen als hulpmiddel. Maar dat gaan jullie niet alleen doen, Merel. Jij wordt vandaag geholpen door Peter van Sidney. Mijn naam is Peter. Oké. Boom, als we nog geen winnaarsteam hadden, heb ik het nu wel. En Milan, jij krijgt versterking van Ritsen. Jongens, ik ken Ritsen al heel lang. We hebben vanochtend al om 6 uur opgestaan. Om bij de Golden Envelope te komen, moeten jullie Ritsen en Peter eerst vinden. En we worden zo door ze gebeld. Jullie kunnen ook vragen waar ze zijn, maar okay. Ze mogen alleen met ja of nee antwoorden. En ik zie dus dat we 2 van die verrekijkers hebben. Dat zal ook wel enigszins een bedoeling voor je zijn, ja? Oké, ja. Werkt die? Ja. Oké, ik word zo gebeld. Moet je de ding ook scherp stellen of zo? Wat is het? Heb je nog nooit een verrekijker, jongen, gehad? Oh, wat lijkt me, ouwe. Wat? Jezus, nee, grapje. Misschien hoort hij me. Ritsen! Hij staat op het dak. Nee, grapje. Je keek wel, hè? Ik ging wel even, ja. Oh, wat een kou. We gaan een storm in, jongens. Het is echt niet normaal. Hij maakt het zichzelf veel te moeilijk. Volgens mij zou ik dit ook zonder verrekijker moeten kunnen zien. Peter, kan je mij horen? Ja, ik hoor je. Oké, ik hoor jou ook heel goed. Oh, ik word gebeld. Yo, Rits. Yo, broer. Oké, ik sta dus op de Euromast met de verrekijker. En jij mag alleen met ja en nee antwoorden. Zie jij een blauw-wit gebouw? Nee. Zie jij een cruiseschip, een wit cruiseschip? Zie je die? Ja. Zie jij de haven van Rotterdam? Ja. Oh, dus hij is wel aan deze kant. Alhoewel, nee, die kan van heel veel kanten zien. Dat is toch een vraag. Sta je op de kade? Ja. Sta je bij huizen? Nee. Een grasveld? Nee. Een kerk? Nee. Een brug? Ja. Ritsen! Hoor je me? Rit! Je hoort me niet, hè? Oké. Is die brug die ene beroemde brug in Rotterdam? Ja. Sta je aan het water? Ja. Oh my god, het is zo koud. Ik moet echt weg hier. Kan dit niet aan, die kou? Ik ga even facetimen, wacht even. Merel is lekker aan het zoeken, maar ja, vastspelen, daar ben ik gewoon heel goed in. Ja, ik kan niet meer functioneren. Niet te doen, mijn handen. Oké. Oké. Yo, Rit. Ja, weet ik, we spelen vals, maar film even, draai je camera even om en film waar je staat. Ik zie een boot. Ik kan hier helemaal niks mee. Ik ga wel even zoeken met mijn verrekijker, ouwe. Ik ben hier ietsjes minder koud. Sta je bij het hotel? Oh, heet dat Hotel New York? Ja. Oh, yes, oké, dat ken ik. Daar gaan we heen. Ik heb het. Oké, ik zie je zo. Ja, Riz, wacht even. Volgens mij zie ik je. Oh. Wacht even hoor, zwaai eens even. Ik zie hem, gast. We hebben hem. Bij die witte boot, daarvoor staat hij. Ik kom eraan. Oké, jongens, ik heb hem gezien. We gaan nu rennen naar die boot en we gaan hem ophalen. Hou hem open. Dag. De strijd is aan. Ik ga de trap. Oh shit, jongens. Ik zie mijn naam. Hoi, ik ben Merel. Kunt u mij alstublieft naar Hotel New York brengen? Merel zit er niet vanaf, maar ik ga de mijne omkopen. Ja. Goedemorgen. Kijk, wat een gas geeft hij. Ja, hoor. We hebben een heel klein beetje achterstand op Milan, maar het komt helemaal goed. Shit, ze komen er ook aan. Kijk hoe vet. Ik zie Hotel New York al daar. Kom eraan, Peter. Nog heel even. Gaan we, jongen. We gaan er lekker. Ja, jongens, daar staat hij. Peter! Oké, dankjewel. Yes. Hoe lang gereden! We gaan winnen. We gaan winnen. Waar is de Golden Envelope? Nou, ik kreeg een briefje en ik denk dat het daarmee te maken heeft. En er staat... De Gouden Envelope vinden jullie aan een hoge wand. Sowieso de boot. De boot, hè? Oké, kom. Hier naar boven. Oké. Nou, hoger, nog hoger. Hier, dit is wel... Het is geen wand, maar het is wel hoog.
Maar jongens, we hebben nog steeds geen gouden envelop, dus daar moeten we echt even naar gaan zoeken nu. Nee! Holy shit, hé. Scout, hè? Oké. Gouden enveloppen vinden jullie aan een hoge wand. Hoge wand? Wat heeft een hoge wand? Wat een wand? Nee, een wand. Om te klimmen. Een klimmen. Gewoon een klimmen. Merel, die is daar. Merel, die is daar. Shit, ouwe. Merel. Go, 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 go. Ja, daar zijn we. Hallo, goedemiddag. Hey, welkom bij Klimmen Rotterdam. Wie van jullie gaat beginnen? Ik blijf lekker op de grond. Oké, nou, komt u maar. Trek jij even schet, daar ben je goed in. Oké, Rits. Ik wil eigenlijk alle enveloppen lezen wat erop staat. En dan moet jij dus kiezen wat we gaan doen. Dus eerst wil je helemaal omhoog. Zo. Nee, joh. Wat is dit? Alvast aan het oefenen. We waren later. Ja, dat is te zien dat jullie later zijn. Ik ben al ready om te gaan. Zoals jullie zien hangen hier vier gouden enveloppen. Jullie mogen er twee uitkiezen. Vraag je, hoe hoog is dit? 18 meter. 18 meter? Oh, ja, 18 meter. Oh, dat is het. Nou, hup, opschieten. Ik heb niet eeuwig de tijd, hè. Kom op. Jeetje, traptrekken. Help me out. Ja. Dit gaat ook al niet. Oké, ik sta hier en jij gaat naar boven. Ja, Wacht. We moeten dit magnesium. Wat ik eigenlijk wil gaan doen met het springen is dat die eerste 2 meter gewoon zo ren en dan een stap. En ik ben even zo zeker. Ja, goed vast dat ik wel zeker. Ha, dat is goed. Ga dan. Ik stap hier, dat is een 10. Oké, dat is een 10. Ja, dat is wel. Klaar voor. Nou, welke ga je springen? Weet je dat wel? Dat is ook wel handig, dat je die pakt. Anders zit je zo in de lucht en oh, kut, welke moet ik pakken? Merel, je hebt er jaren voor getraind. We weten exact, alle krachten kun je uit jezelf halen. Allemaal hier, hè? Het zit allemaal hier. Want hier heb je wel een heel kaal stuk. Ik ga sowieso op groen denken. Wat is de makkelijkste groen, hè? Oh, we hebben gewoon 2 targets. Dat zijn 2 enveloppen. Uiteindelijk, je moet gewoon geconcentreerd dit doen, nee. Je moet gewoon rustig geconcentreerd en uiteindelijk zie je gewoon dat ik er boven ben straks. We gaan meteen naar de top. Maar ja, aan de andere kant, als ik een vet onderweg tegenkom, moet ik hem wel pakken, ja, okay. Anders pakken zij. Nog een tip. Kijk niet naar beneden, toch? Als je hoofd op deze is. Ja. Dus ik ga niet naar beneden kijken. Dus schreeuw maar tegen me, ik hoor je, maar ik kijk niet naar beneden, ja? Oké. De veiligheid. Als ik jullie was, zou ik horloge. Ik ben vandaag bij Fashlab. Ik ben helemaal into Milan. Cartier watch, goeie jacka. Ik ben klaar om instructies aan te geven. En Milan, die gaat omhoog. Ik vind het behoorlijk spannend. Ik weet dat ik sowieso de allerbeste kandidaten ooit heb, dus dat is geen probleem. Maar alsnog, weet je, het blijft een gevaarlijk ding zo klimmen. Pittig. Later! Later! Oké, Merel. 3, 2, 1, go! Bam! Lekker bezig, gat, lekker bezig. Kijk, kom op. Klimmen. Mila kan er niks van, man. Wil je smooth operator? Nee. Smooth operator? Ja, pak, wij zijn smooth en snel, joh. Kom op, Merel. Hiermee krijg je de juiste. Ja, pak die. Ja. Gooi maar, naar beneden. Milan! Flint! Jij was echt een ninja. Dat ging wel hard, hè? Sick, hoor. Ik ben super trots op je. We hebben 2 enveloppen. We hebben 1 is dit. 6 paar witte sportsokken. En we hebben een kappersbon voor 3 personen. Okay, ja, dit vind ik bijzonder, want sorry hoor, maar dit is iets voor Milan. Dit is meer voor Milan, inderdaad. Goed gedaan, Pip. Goed gedaan. Hey, Polaroid camera, die is sowieso Polaroid, oké. Okay. En Zumba les. Zumba. Op die ene staat Flits, dus dat is van een Polaroid. Maar smooth operator. Het is wel smooth. Als je Zumba kan dansen, dan kan je wel gewoon chickies versieren. Maar ik moet zeggen, volgens mij was die Zumba wel meer voor Merel. Maar ja, weet je. Nou, wij kunnen beter dansen. Wij hebben die losse. Hey, wat hebben jullie eigenlijk? Kappersbon voor 3 personen. Willen jullie niet ruilen? We hebben een Polaroid camera en Zumba les voor 3 personen. Ja. Wat doen we? Gaan we ruilen? Nee. Ik wil helemaal niet ruilen. Ik wou ze even valse hoofd geven. Weet je wat ze nu nog aan het doen zijn? Ik denk dat ze insertjes gaan draaien, zodat het lijkt of die goed kan klimmen. Het ging er net het is allemaal nep. Helemaal nergens over bij je. Yes, oké. Nou, dat begint al goed. Oh, kijk eens. Dat begint al goed. Oké, ja, je hebt het ingehaald. Oh, ik heb die van jullie. Excuses. Kan gebeuren. Milan en Ritsen, jullie mogen Mark gaan verrassen. Hij is 17 jaar en woont in Barendrecht. Houdt van mode, muziek, uitgaan en reizen. Verder is gek van schoenen en kan hij niet de deur uitgaan zonder in de spiegel gekeken te hebben. Hij hoopt in een kort stage te kunnen lopen als stylist en zou het tof vinden om zelf zijn eigen kleding te kunnen ontwerpen. Mil en Peter, jullie mogen Matthew gaan verrassen. Hij is 19 jaar en doet aan kickboksen. Hij
Hij traint 4-5 keer per week en geeft ook nog eens les aan kinderen. Favoriete eten is Indonesisch en zou graag in Thailand een wedstrijd spelen. Verder ontspant hij door wel eens te gaan gamen. Hey jongens, wel even vriendschappelijke high five. Succes. En ja, wees klaar om te verliezen. Nou jongens, in ieder geval niet over te discussiëren dat wij gaan winnen. We hebben natuurlijk een Polaroid camera. Daar moeten we wat mee doen. En om 2 uur moeten we bij de Zumba les zijn. En we moeten Mark nog gaan verrassen. Laten we even een cafeetje opzoeken. Even een plannetje uitschrijven. En even brainstormen en bam. Precies, oké. Let's go. Let's go. Oké, Merel. Wij moeten dus de beste verrassing voor onze Matthew fixen. We gaan even nadenken en dan komen we zo terug met echte ideeën. Precies. Hey losers, succes. Tabee. We gaan even brainstormen. We hebben dus zojuist de golden envelop gehad. We hebben 6 paar witte sokken. We hebben 3 kappersbonnen. We hebben Matthew, die is 19, die is kickbokser. En nu gaan we voor Matthew de beste dag uit zijn leven creëren. Ik heb misschien een goed idee. Ik heb een vriendin van mij, die is hele erg schoenenfreak. Ik ga haar even bellen. Ginny, hoe is het? Kort vraagje. Ik ben nu aan het opnemen voor Coca-Cola. En nou is het zo dat Ritse en ik Mark gaan verrassen. Hij is een enorme schoenenfreak. Weet jij misschien iets in Rotterdam? Oké, zou je me de naam kunnen appen? Dan ga ik ze even bellen. Alright, Matthew. Wat vindt hij vet, zodat wij echt de dag van zijn leven maken? We hebben net stiekem al even 1 foto gezien van Matthew en he's ripped. Ja, hij is echt een beast. We kunnen niet heel veel meer leren over het gebied van kickboksen, maar we kunnen wel helpen in de marketing. Promo, video. Want hij wil in Thailand boksen. Ja. Wij dachten altijd gewoon een soort professioneel filmpje maken. Helpt het een beetje met de zichtbaarheid en dan kan hij gewoon echt zijn droom achterna. Kickboksen in Thailand. Oké, super chill. Ze zegt, de store heet Woei. Je mag zeggen dat je via mij bent gekomen. Het is een vriend van mij. Dus... En daarna gaan we lekker naar Kizomba. Kizomba, 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 daar hebben wij zin in. Ik heb al een beetje die roots. Toen ik in de buik van mijn moeder zat, heeft ze heel veel gesalsa dans. En dat zit wel een beetje in die richting van Kizomba, Kizomba. Hey jongens, lukt het een beetje bij jullie? Zeker. Laat ze maar. Ze voelen zichzelf heel erg goed. Het gaat hem niet worden, ik voel het al. Oké, okay, luister, daar tegenover zit Team Milan al de hele tijd stoer te doen, dus we gaan even... Wow, zijn wel gek! Wow, wow. Zijn we wel echt super toffe sneakers. Oké, okay, ik ga ze bellen. Het is niet in gebruik, hoor je dat? Het nummer is niet in gebruik. We gaan zorgen dat de kapsel helemaal slik zit. Dit video heeft lampen nodig, we hebben allemaal dingen nodig die we moeten huren. En wellicht kunnen we met sokken. Ja, we gaan het gewoon proberen. We moeten iets doen. We gaan proberen of we dat kunnen ruilen voor een paar uur een lampen te lenen. En ik denk als wij de sokken al gedragen hebben, dan worden ze wel meer waard. Hè? Wie weet, lukt het op die manier wel. Ik denk dat we moeten gaan. Ik heb er echt zin in. We moeten spijkers met koppen gaan slaan nu. Hij doet het. Goedemiddag, u spreekt met Milan. Ik heb jullie nummer gekregen van Ginny Noah. En wij vroegen ons af of wij misschien eventueel een klein item bij jullie in de winkel zouden kunnen draaien. Ik denk rond 3 uur. Oké, tot zo. Alleen 1 ding. Ja, hij is om 2 uur Zumba les. Oké, dan moeten we dus heel snel die Zumba dans gaan doen. En dan racen naar Woei in Rotterdam. Oké, let's gaan go. Gaan we doen, Rauwe. Yes. Nou, Merel die kwam met een heel goed idee om frituurolie te gebruiken. Maar precies mogelijk. Maar spannend.